Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom hier in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 19 april. Ik open de vergadering. Het welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune, de media hier aanwezig en de mensen die ons thuis volgen. Aan de orde is de vergadering, de agenda van 19 april. Ik doe mededeling van afwezigheid van mevrouw Juurlink van de PvdA-fractie. En overigens zijn er geen mededelingen. Agenda punt 2, vaststelling van deze agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen of moet er nog op geamendeerd worden op deze agenda? De heer Botter. Voorzitter, betreffende de agenda zouden wij graag een agendapunt in willen brengen. En dat is een motie. En de aanleiding van het agendapunt, en die is prachtig mooi verwoord, met de term vreemd aan de orde van de dag. Akkoord. Deze motie vreemd aan de orde van de dag gaat over, bij mijn weten, ja. Dat is een stookverbod, stookbeleid. Die gaan wij bij de bespreekspunten agenderen. En wat mij betreft doen we die na agendapunt 7. Dat wordt motie stookbeleid. Even als agendapunt 8 ga ik die amenderen. Of agenderen moet ik zeggen. Agendapunt 8, motie stookbeleid. En de rondvraag wordt 9 en 10. Akkoord? Akkoord. Anders nog op de agenda. Niet aan de orde. Dan brengt ons dat. Kunnen we daarmee de agenda vaststellen? Al dus besloten. Dat brengt ons bij het spreekrecht voor de agendapunten. Er hebben zich geen personen gemeld voor de agenda, voor de spreekpunten. Dus dat punt kunnen we ook afhameren. Brengt ons bij de actuele vragenronde. De actuele vragenronde, agendapunt 4. Is er behoefte om daar gebruik van te maken? De heer Gelling en de heer Botter. Ik geef het woord eerst aan de heer Gelling en dan de heer Botter. Voorzitter, dank u wel. De vraag is actueel in die zin dat er in de krant een discussie is gestart in de toren wel te verstaan van 6 april ter zake het energiebeleid, als ik het zo mag samenvatten, en dan met name de functie van de gemeente en meer specifiek de desbetreffende portefeuillehouder. En daar is al veel over gecommuniceerd in de krant en met een persverklaring. Ik wil toch nog even de wethouder de mogelijkheid geven om in dit huis der democratie en openbaarheid daarvan daar een toelichting op te geven. Ik beperk mij tot punt 3, omdat ik weet dat meneer Botter aan mijn rechterzijde zich wat algemener gaat opstellen ter zake van andere punten. En ik kom met name terug ook nog op de brief die u heeft geschreven ter beantwoording van schriftelijke vragen door de collega's van D66. En de vraag die wij dan hebben betreft eigenlijk heel specifiek een aanvulling op punt 3 uit die advertentie in de toren van 6 april. De vraag aan de wethouder in deze vragenronde hoe de suggestie van het werken met een old boys netwerk van bevriende bedrijven en daarmee het benadelen van andere bedrijven en ondernemers zich verhoudt wordt bepaald op pagina 15, voorzitter, van het accountantsverslag bij de jaarrekening van 2014 inhoudt de onrechtmatigheid in het inkopen- en aanbestedingsproces. Voor de goede orde had ik die pagina nog even bijgevoegd. En daar maak ik even een kleine link met uw instemming naar de brief ter beantwoording op de vragen van D66. Want tot mijn grote verbazing las ik daarnet dat u in een antwoord aan D66 schrijft, en ik citeer, het spreekt voor zich dat alle aanbestedingen binnen de gemeente conform de geldende eisen worden doorlopen. En dan ga ik toch nog even met u ook naar wat geasseerde gedeelte uit de managementletter, de belangrijkste bevindingen, zoals de accountant dat zelf zegt, ter zake de jaarrekening 2014, waarin duidelijk wordt geconstateerd dat anders dan wat u net schreef aan de D66-fractie bij de interimcontrole bleek, dat onvoldoende onderbouwingen aanwezig waren voor de toets en naleving van het Europese aanbestedingsbeleid. Dat sluit niet aan bij uw antwoord. Wat er geconstateerd is in 2019 dat in een aantal inkoopdossiers een onrechtmatige aanbesteding is geconstateerd en dat daardoor een beperkte accountantsverklaring is afgegeven. Dat zijn nogal aantijgingen en die zijn absoluut afwijkend van uw stelling hier dat het voor zich zou spreken dat in dit geval alle aanbestedingen juist zijn doorlopen. En daar wilde ik het eerst even bij laten. Akkoord, dit gaat over de vraag rondom de advertentie die er is geweest, de aantijgingen die daar zijn gedaan.
Ik combineer gelijk de vraag van de heer Botten daar maar even en vervolgens geef ik het antwoord aan de wethouder. De heer Boersma zie ik een vinger nog opsteken. Dat is naar aanleiding van de vraag van de heer Gelling. Mag ik de heer Gelling een hele kleine vraag stellen? Hoor ik het goed dat u zegt dat punt 3 van de advertentie, dat u die voor waar aanneemt? Nee, want ik zou geen vraag stellen. Dan had ik het anders geformuleerd. De vraag is hoe zich de opmerkingen van de advertentie verhouden tot de opmerkingen ter zake de accountant in de managementletter. En dat aangevuld met, nou nog actueler kan het niet, de brief die anderhalf uur geleden verschenen is, waar staat dat het voor zich spreekt dat alle aanbestedingen binnen de gemeente conform de geldende eisen worden doorlopen. Dat is niet zo blijkt. Akkoord. Het woord is aan de heer Botten. Op koers met u. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gezien de commotie die is ontstaan door de advertenties van het Energiecentrum Hardenberg in week 14 en 15, zou mijn fractie het buitengewoon op prijs stellen als wethouder De Vent zijn kant van de zaak in alle openbaarheid wil toelichten. Hij heeft ook een andere reden. We willen hem graag hiermee de kans geven om aan mogelijke onduidelijkheden en de laatste rafelige eindjes of open eindjes die daar nog liggen, rondom die discussie, om die weg te nemen. Waarvan akte? Dank voor uw vraag. Ik kijk in de richting van het college. Wethouder De Vent, duurzaamheid. Staat erop om in te gaan op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de actualiteit, zoals gezegd. Het woord is aan de heer De Vent. Dank u, voorzitter. Ja, voor u staat een wethouder met nog steeds heel veel energie, zeg ik maar even heel duidelijk. Duurzame energie. Ja, dat klopt. Maar wel heel vervelend, zeg ik ook maar heel persoonlijk, wat er gebeurt. Want ik probeer ook een toelichting te geven op datgene wat is voorgevallen. En mijn verhaal, mijn kant van de zaak toe te lichten, want het is heel gemakkelijk om alles uit kranten te lezen en via advertenties. Het gaat natuurlijk ook om mijn verhaal. Wij willen ook graag weer verder in gesprek met het bedrijf. Daar kom ik straks nog op terug. Even terug naar het begin van het jaar. We hebben met u volgens mij hele stevige duurzaamheidsambities vastgesteld. Die gaan we verder nou helemaal uitwerken richting 2030. En dat heeft mij ook zoveel energie en motivatie gegeven dat ik heb gezegd van, nou, we moeten ook alle mogelijkheden benutten samen met onze partners in ons loket. U weet dat subsidieloket, energiebewust duurzaam thuis. Dan met elkaar, want we kunnen het niet zonder elkaar, die ambitie waar te kunnen gaan maken. Dat doen we al langer, want dat loket is er al heel lang. Daar zijn ook een kleine 50-tal, ik geloof 60 bedrijven inmiddels bij aangesloten. Ook het bedrijf waar het om gaat in vanavond. En dat hebben we met elkaar stevig neergezet. En ik heb gezegd, in de aanloop naar die SDE-regeling toe, de subsidie duurzame energie, die kent u wellicht allemaal, vind ik dat het onze rol is als gemeente om partijen te verbinden, bij elkaar te brengen en elkaar te informeren over de kansen die er liggen. Want als gemeente bied ik een podium voor kansen en ik probeer partijen te verbinden. Dat is mijn rol, dat is onze rol als gemeente en zo wilt u het volgens mij ook als gemeenteraad. Dat hebben we ook in ons programma uitgesproken. Daarom hebben we die bijeenkomsten ook georganiseerd in maart. Op één dag 3 quicksessies om alle partijen daar maximaal de gelegenheid te geven om die informatie te krijgen over die regeling. Want het uitgangspunt was nog steeds informatie over kansen van de SDE-regeling. En daar zit ook bij een stukje technologie. Dat mag je erin verweven. En we hebben binnen ons loket, binnen ons subsidieloket, verschillende partijen. Installatiebedrijven, isolatiebedrijven, klussenbedrijven en ook adviesbureaus. En we hebben gezegd, op basis van ervaringen die we in februari al hadden gehad met een vorige bijeenkomst, die vlekkeloos liep en waar ook geen enkele wanklank is ontstaan rondom bijvoorbeeld vermenging van rollen of belangen, geeft die adviesbureaus de ruimte om ons het te vertellen. De ondernemer vertelt de ondernemer de kansen. Net als het uitgangspunt van trainen. Daar hebben we dus ook op ingezet. Dat is de zuivere intentie geweest van die bijeenkomsten die we hebben belegd. En ik heb ook teruggekregen vanuit die bijeenkomsten dat het ook zo ervaren is. Geen vermenging van rollen, belangen, maar pure informatie over kansen die de regeling biedt. Want wij nogmaals als gemeente en u als gemeenteraad moeten het podium bieden voor partners in onze duurzaamheidsambities die we met elkaar hebben vastgesteld. Dat is de zuivere intentie geweest van die bijeenkomst.
En des te meer ben ik dan verbaasd dat ik geconfronteerd word met een brief. Vlak voor die bijeenkomst, die heeft hij ook allemaal gehad. En toen dacht ik even van, gaat het over mij, gaat het over de gemeente? Zo verbaasd was ik. Of heb ik misschien onderweg iets vergeten? Want je moet ook naar jezelf kijken, vind ik. Iedereen kan fouten maken. Of iets over het hoofd zien. En toen is me wel gebleken dat er een soort gevoeligheid ligt, toch, in de energiemarkt. Als het gaat om dit soort bijeenkomsten. Die we niet eerder hebben ervaren. Dat zeg ik u nadrukkelijk ook erbij. Dus ik heb ook gezegd, onmiddellijk toen het plaatsvond, ik wil naar dat bedrijf toe. Ik wil ze uitleggen wat we van plan zijn. En ook onze rol en positie. En de rol en positie van die partners duiden. Nou, dat hebben we gedaan. Ik ben daar geweest. We hebben uitvoerig gesproken. Maar ik kwam tot de conclusie dat de bijeenkomst eigenlijk een druppel was die de emmer een beetje liet overlopen. En dat heeft zich uiteindelijk vertaald in de advertentie die we allemaal kennen. Want er is een teleurstelling geweest over aanbestedingen in het verleden. Ik heb u daar vanmiddag met de brief uitvoerig over geïnformeerd. Er is ongeduld bij het bedrijf over hun plannen rondom zonneopstellingen op het veld. Zij willen daar graag een volgende stap in gaan maken. En hebben dus het gevoel dat de gemeente ze blokkeert. En ik heb dus gezegd dat het absoluut niet het geval is. Sterker nog, een van de bedrijven maakt ook onderdeel uit van ons loket. Dus hebben ze uitgedaagd en uitgenodigd, ook in dat gesprek, om met ons vooral dat gesprek daarover aan te gaan. En ik wil best voor de volgende keer rekening houden bij volgende bijeenkomsten met andere partijen. Want er kunnen heel veel partijen zijn, ook deze, dit bedrijf. Maar zo heb ik dat uitgelegd en toegelicht. En nog meer was ik verbaasd toen ik de advertentie zag. In die zin voel ik me dus ook niet aangesproken als het gaat om beweringen die daarin staan. En met name de derde punt waar de heer Gelling ook op doelt. Dat is kort en goed, voorzitter, het verhaal geweest van onze bijeenkomst. Dat is de aanleiding geweest, maar het verhaal heeft wat dieperliggende karakter. En ik heb gezegd, u heeft in al die gevallen te maken met die gemeente. Laten we daar met elkaar ook het eerlijke gesprek over aangaan. En daar daag ik de partij in dit geval nog steeds toe uit. Maar ook om duidelijk te maken waarom ze reageren zoals ze reageren. En dat gesprek zal korte termijn plaatsvinden. Dat is kort en goed het verhaal van deze bijeenkomst. Dus nog steeds staat hier een wethouder die kansen ziet. Die ook heel veel bedrijven daarin mee wil nemen. Ook dit bedrijf graag een kans wil geven. Wel op een correcte, zorgvuldige wijze. En als er een gevoeligheid ligt rondom de invulling van dit soort bijeenkomsten, nou, dan vind ik dat je dat bespreekbaar moet maken. En dan wil ik ook best lering trekken uit dit feit voor de volgende keer. Dat is mijn verhaal. Tenslotte, voorzitter, ik denk dat de vraag die de heer Gelling heeft gesteld naar aanleiding van de relatie tussen punt 3 en het aanbestedingsverhaal, dat het wordt toegelicht door collega Douwe Prinsen vanuit zijn verantwoordelijkheid voor aanbesteding. Akkoord. Ik denk dat het goed is inderdaad dat de heer Prinsen nog ingaat op het onderdeel inkoop aanbestedingsbeleid waar de heer Gelling onder andere ook vragen over had gesteld. Voorzitter, dank u wel. Voor wat betreft de reactie van het college bij punt 3, is het misschien zo dat u de interpretatie heeft gemaakt dat dat voor alle aanbestedingen gold, maar wij hebben nog even nagezocht hoe alle zonnestroominstallaties op gemeentelijk gebouwen, want dan gaat het hier over hoe die aanbesteed zijn, en de conclusie is van dat verhaal is dat dat allemaal volgens de regels zoals we die in dit land en in Europa hebben, heeft plaatsgevonden. Ja? En zo moet u die opmerking bij punt 3 interpreteren. Is er dan een relatie tussen een old boys network en datgene wat de accountant heeft beweerd? Nou, ik kan natuurlijk roepen van nee, ja, dat is niet zo. Maar ik wil toch eventjes de opmerkingen van de accountant, dat hebben we eerder gedaan, wil ik toch even wat nader duiden. De accountant maakt die opmerkingen dat er in sommige gevallen geen Europese aanbestedingsprocedures zijn doorlopen. Dat klopt. En dat is met name bij die gevallen waarin we externen inhuren en het inhuurcontract doorzetten.
Ja, eigenlijk is een inhuurcontract dus eindig en dan zou je helemaal opnieuw een aanbesteding moeten doen. Ja, om misschien wel een nieuwe partij te krijgen, terwijl je juist goed op weg bent met een partij die je ingehuurd hebt. Daar zijn keuzes in gemaakt, daar zijn we nu ook veel kritischer op, maar er zijn in het verleden keuzes in gemaakt en heel veel dingen lopen nu nog door die je maar zo niet kunt beëindigen. Hetzelfde geldt voor servicecontracten en van ICT-pakketten. Ja? Op een bepaald moment heb je daar allerlei servers op zitten voor een x-aantal jaren. En eigenlijk zou je dan opnieuw moeten aanbesteden, maar dat geeft toch wel heel veel gedoe en is ook redelijk kostbaar dat er in sommige gevallen de keuzes zijn gemaakt, we zetten gewoon door. En daarmee voldoe je niet aan de regels. En de accountant, ja, die heeft ook voor dit jaar heeft hij daar de controle weer op gezet. Nou goed, dat weten we nu nog niet, of voor vorig jaar, voor 2015. Maar we hebben vorig jaar al gezegd, heel veel dingen lopen door. Dus om van die situatie die er nu is, om die eindig te krijgen, daar heb je ook gewoon tijd voor nodig. Want er zijn gewoon contracten die doorgezet worden. En als je een computerpakket hebt met een servicecontract en je hebt een verlenging afgesproken van 3 jaar en de accountant controleert dat, dan zit hij elk jaar weer bij die opmerking, bij die foutenmarge. Dus kortom, de opmerking van de accountant heeft niks met een old boys network of zoiets te maken, maar heeft met name met dit soort zaken te maken. Ja, dat is het wel. En ik vind eigenlijk, meneer de voorzitter, meneer Gelling, die ziet er zo zonnig uit. Ja, ik vind ook eigenlijk wel dat u ook wel wat zonniger mag kijken. Ja? Vindt u niet? Nou, dat laat ik graag aan de mensen zelf over in wat voor stemming ze zijn. Zolang het verloop van de vergadering maar niet wordt beïnvloed door stemmingen, zeg maar. Maar daarmee zijn de antwoorden gegeven vanuit het college. Een aanvullende vraag. Kijk even rond, ook naar de indieners van de vragen. Is het akkoord zo? Eerst de heer Gelling dan. Nou, ik mag nog een kleine opmerking maken, voorzitter, toch? Ja, dan kom ik daarna bij u. De reactie van de wethouder, die is mij op zich helder. U hebt soortgelijke dingen ook verteld toen wij soortgelijke vragen stelden bij de managementletter. Maar op het einde van de dag staat hier wel, en u spreekt zich nogal duidelijk uit, hè, zoals ik probeer nu iets vriendelijks terug te zeggen naar aanleiding van mijn zonnige uiterlijk, dat u altijd heel duidelijk bent, meneer de wethouder, hè, alsjeblieft. Maar u zegt hier heel duidelijk, het spreekt voor zich dat alle aanbestedingen binnen de geldende eisen zijn gelopen. En dat is niet zo. En in mijn beleving is deze hele discussie waar we nu in zitten voortgekomen uit teleurstelling, verwachting en miscommunicatie. En ik denk dat het wel goed is, en laat het dan een hele wijze les zijn, om dat in ieder geval niet meer te doen. En om ook als u dingen schrijft die voor uitleg vatbaar zijn, om daar wat voorzichtiger mee te zijn. Opdat u ook een volgende keer zonnig hier achter het spiegelstoel te staan als u antwoord geeft op vragen. Akkoord. Wat betreft verwachtingen en communicatie, miscommunicatie zoals u dat noemt, is goed om te melden dat ik in mijn rol als voorzitter van raad en college, dus voorzitter van het gemeentebestuur, zeg maar, ook mijn eigen oordeel nog wil ophalen. Zowel bij de wethouder, maar ook bij de bedrijven. Want ik constateer dat er een aantal feiten zijn in deze gemeente. De wethouder is daarop ingegaan al. Over ons duurzaamheidsbeleid, zoals we dat gevoerd hebben afgelopen jaren. En ten aanzien van de teleurstelling die spreekt uit de advertentie, zeg maar. Hè. Dus daar zit nogal een behoorlijk verschillend niveau in. Dus dat ga ik op korte termijn onderzoeken of we dat ook weg kunnen halen en wat daar de oorzaak van is. Maar dat doe ik in mijn rol als burgemeester. Mevrouw Luiten. Ik had eigenlijk een vraag, maar die is in zekere zin al beantwoord. Namelijk of de vorige wethouder hiermee expliciet wilde zeggen dat het geval waar de accountant het over heeft niet over deze aanbesteding gaat. En wat ik verder nog niet heb gehoord, en dat zou ik toch heel graag expliciet willen horen of dat wel of niet zo is. Of er inderdaad sprake was van persoonlijke relaties, dan wel vriendschapsbanden. In dit geval met wethouder De Vent waar deze advertentie over gaat. Bij die toenmalige aanbesteding. Kijk allereerst even voor de aankoop of aanbestedingsbeleid. Nog even naar wethouder Prinsen. En dan gaat daarna de heer De Vent aangeven of hij vrienden heeft in deze gemeente. Voorzitter, wat ik proberen heb aan te geven is dat de aanbesteding, de zonnecellen zoals wij die vanuit de gemeente hebben gekend, hè, op gemeentelijke daken zeg ik dan maar even, die zijn verlopen zoals we dat afgesproken hebben in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
En kijk, ik heb nog wel wat documenten, maar dat voert te ver om die nu. Maar als u die wil inzien, mag u dat ook inzien, hoe dat verlopen is. Ja? En ook sommige dingen uit die documenten spreken misschien voor zich en geven misschien ook wel een helder beeld op zaken, zoals collega De Vent die zo pas aangaf vanuit een teleurstelling uit het verleden bij een aanbesteding. Akkoord, dank u wel. De heer De Vent. Dank u, voorzitter. Op de vraag van mevrouw Luijten van de Partij van de Arbeid, of ik vriendschapsrelaties onderhoud in dit soort gevallen. Nou, dat is niet het geval. Ik spreek altijd wel over duurzaamheidspartners, maar dat zijn ze allemaal. Dat zijn alle partijen die deel uitmaken van onze samenwerking. Dat zijn mijn duurzaamheidspartners. Dus vriendschapsrelaties, absoluut niet het geval. En dat heb ik geprobeerd net in mijn eerste betoog duidelijk te maken hoe wij tot selectie komen van partijen die die voorlichting kunnen verzorgen. En ik heb ook aangegeven dat als dat gevoelig ligt, dat we daar de volgende keer zeker terdege rekening mee zullen houden. Akkoord, voldoende. Lijkt mij, maar niet helemaal. De heer Botten nog, dan de heer Gelling. Voorzitter, de fractie van Op Koers hecht de waarde aan de wethouder te bedanken voor zijn reactie. Akkoord, de heer Gelling. Ik zou u nog zelf graag willen vragen dat als u dat gesprek gehad heeft waar u net naar refereerde, of u dat nog even wilt terugkoppelen dan. En u zou ons wel plezieren dat u hier een hele goede relatie onderhoudt. En ook voor het vervolg toch iedere schijn van wat voor negatieve gedachten ook zou willen voorkomen. Dank u wel. Dat is precies de intentie van het gesprek om dat soort zaken naar elkaar uit te spreken. We zijn een ondernemersvriendelijke gemeente volgens mij. Wij willen ook zaken doen met ondernemers in deze gemeente. En dat doen we met verschillende ondernemers. Waarbij we iedereen kans willen geven. Nou, de heer De Vent is daar ook al uitgebreid op ingegaan. Dus, en die lijn moeten we vooral continueren. Ik zal terugkoppelen in ieder geval ook hoe dat gesprek is. De heer Boesma. Ja, niet inhoudelijk, maar wel een procesopmerking. Toen ik de advertentie zag, toen denk ik, we krijgen veel brieven. En die brieven proberen we of te beantwoorden of we gaan ergens naartoe. En we hebben ook van dit bedrijf een brief gehad. Nu zetten ze een advertentie die ik zelf, en ik spreek op persoonlijke titel, erg laakbaar vind. Want er wordt één iemand in dit gremium wordt daardoor afgebrand in het openbaar, die zich niet kan verdedigen. Ik vind het erg laakbaar. Ik vind het ook vervelend dat er net twee vragen zijn gesteld dat de wethouder uit moet gaan leggen of die wel of niet vriendjes heeft. Nou, dat vind ik nogal wat. En dat roept iemand op in een advertentie in een plaatselijk blad, De Toren. Die krijgt nu een half uur de aandacht. En ik vrees het ergste dat iedereen die straks dat wil bereiken in deze raad, advertenties gaan zetten. En ik wil u daar ernstig voor waarschuwen. Ik vind het ernstig wat er hier gebeurt. Ook nieuw in Hardenberg. Wij staan open voor brieven. Wij onze mailadressen zijn bekend. We zijn allemaal volgens mij benaderbaar. En dat deze advertentie zoveel aandacht krijgt en dat de wethouder uit moet leggen dat hij een vriend heeft, ik vind het zorgelijk. Dat wil ik gezegd hebben. Akkoord, waarvan akte, zoals we hier zeggen in deze raad. Daarmee zou ik willen voorstellen om dit punt af te hameren. En dat is dan de actuele vragenronde. Brengt ons bij de besluitlijst van de raadsvergadering van 5 april 2016. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen op voorhand. Ook nu geeft het geen aanleiding tot maken van opmerkingen. Daarmee kunnen we dit verslag vaststellen. Komen wij bij de bespreekstukken van vanavond. Allereerst bespreekstuk 6, aankoop Polendwarsweg 2 in Heemsterveen. Er is oriënterend over gesproken. De meeste partijen hebben aangegeven akkoord te zijn met het stuk, vrijwel alle partijen met uitzondering van de VVD. Dus ik kijk toch procedureel voor het eerst maar even naar de VVD. De heer Gelling. Ik had al een mail gestuurd naar de griffier dat wij in afwachting van de beantwoording van een technische vraag nog het als bespreekstuk zouden willen aanhouden. Die technische vraag is naar behoren beantwoord, dus wat ons betreft kan het een hamerstuk worden en hadden wij ook aangegeven. Dank u wel. Akkoord. Het is meestal goed gebruik om bij de vaststelling van de agenda dat ook even te melden in het kader van de transparantie, zeg maar, hier. Maar ik had hem zo transparant dat ik hem al van tevoren had gemeld bij de griffier. En die heeft ook een mailtje rondgestuurd dat het van de agenda af zou. Dus ik dacht daarmee aan mijn verplichting te hebben voldaan. Prima. Wat mij betreft maken we dan, dan vraag ik nu of u kunt instemmen met dit voorstel. Laten we dat dan maar gewoon met de bespreekstukken zo doen. Voorzitter. Is er behoefte aan de stemverklaring? Dank u. Ja. Is er behoefte aan de stemverklaring? Dat zou dan mijn eerste vraag zijn. Maar de heer Rodemond maakt een beweging dat hij dat wenst. Het woord is aan u.
Voorzitter, dank u wel. De fractie van D66 hecht er waarde aan om onze dank uit te spreken aan de wethouder dat hij op ons verzoek de tekst heeft aangepast, zodat er niet uit het voorstel blijkt dat de komst van een AZC negatieve gevolgen zou hebben voor de bewoning van het gebied. Dank daarvoor. Akkoord. Dan vraag ik u volgens, kunt u instemmen met dit voorstel? Ik constateer dat alle fracties hier aanwezig in kunnen stemmen met dit voorstel en daarmee is agenda punt 6 een feit geworden. Agenda punt 7. De vaststelling van de verordening Participatieraad Sociaal Domein in de gemeente Hardenberg. Is de behoefte aan een spreking, de ChristenUnie, een CDA-fractie, andere nog, de Partij van de Arbeid en D66. De ChristenUnie. Het woord is aan de heer Van Gram. Dank u, voorzitter. Ik heb slechts één korte vraag aan de wethouder. En met uw goedvinden wil ik die vanaf deze positie stellen. Ja. Heb ik het van de wethouder goed begrepen dat hij de adviezen van de participatieraad op de raadsvoorstellen sociaal domein ook ongevraagd naar onze raad wil sturen? Akkoord, ik ga naar de fractie van het CDA, de heer Brink. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de vervanger van de wet werk en bijstand en de wet sociale werkvoorziening, dat is de participatiewet. En de wet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met en zonder beperking aan een baan te krijgen, van het werk te krijgen, bij reguliere werkgevers in reguliere banen. Ik heb daar 2 weken geleden tijdens de oorronde al iets over gezegd. Om nu een lang verhaal kort te maken, de CDA-fractie is zeer content met het stuk zoals dat nu voor ligt. Tijdens de oriënterende ronde hebben wij wel een aantal vragen gesteld. Die vragen gingen enerzijds over de informatievoorziening naar de gemeenteraad, en de portefeuille heeft daar destijds al wat toezeggingen over gedaan. En die toezeggingen zijn wat het CDA Hardenberg betreft meer dan voldoende. Ook hebben wij nog iets gevraagd over de samenstelling van de raad. De raad is uitgebreid met een zetel en die wordt ter beschikking gesteld aan de kerken, zodat zij ook een stem hebben in de participatieraad. En dat stemt ons als CDA Hardenberg zeer tevreden. Voorzitter, ik zei het al, ik maak vanavond een lang verhaal kort, dus ik rond nu ook af. Want wij zijn er ons zeker van bewust dat de participatiewet een hele andere manier van denken vraagt. Niet alleen van de overheid, maar ook van werkgevers, maatschappelijke organisaties en van mensen die vallen in de doelgroep. En wij zijn ervan overtuigd, voorzitter, dat de participatiewet in Hardenberg een succes kan worden. Waarbij de participatieraad een mooi instrument kan zijn en een hele belangrijke rol kan gaan spelen en het ook wel zou moeten. Wij wensen alle betrokkenen daar heel veel succes bij met deze verantwoordelijke en belangrijke taak. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage. De fractie van de Partij van de Arbeid. Dat mag vanaf de spreekgestoelte. Ja. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is van mening dat de gemeente Hardenberg met het instellen van een brede participatieraad inwoners op een efficiënte manier bij de voorbereiding en uitvoering van beleid binnen het sociale domein. Wij vertrouwen erop dat de adviezen van de nieuwe participatieraad zullen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van ons gemeentelijk beleid. De 3 huidige adviesraden zijn nauw betrokken geweest bij het proces en de totstandkoming van de verordening. Wij willen hen hiervoor hartelijk bedanken, maar ook de inzet van de afgelopen jaren. Het akkoord van de huidige raden voor deze nieuwe integrale adviesraad benadrukt het brede draagvlak. Wij zullen daarom instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Akkoord. En tenslotte de fractie van D66. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Uiteraard sluit D66 aan bij de lovende woorden van CDA en de PvdA. Maar de vraag van de ChristenUnie van de heer Van der Gampel ondersteunen wij van harte. En we willen graag van de wethouder horen dat er gevraagd en ongevraagd de adviezen naar de raad toekomen. Waarvoor dank. Dank voor uw bijdrage. Volgens mij hebben we daarmee alle fracties in eerste termijn gehad die hier iets over wilden aangeven.
concludeer brede steun. Er is nog één vraag die er ligt voor de wethouder. De adviezen van de participatieraad. Dank u, voorzitter. Allereerst dank voor uw brede steun voor de wijze waarop de participatieraad ook tot stand is gekomen. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te noemen. Het is een intensief traject geweest. Dus ook dank aan de KAR, zoals wij dat noemen, de WSW-raad en de WMO-adviesraad. En de volgende stap die we nu kunnen gaan maken na vanavond, om tot invulling te komen van de participatieraad. Wat een hele mooie opdracht, denk ik, voor de komende jaren. Want inderdaad, zoals meneer Brink het al aangaf, het is een andere rol dan ze gewend zijn geweest. Het is veel meer nog integraal denken, kijken. En ze vormen voor ons college dan ook in die zin de ogen en oren van de samenleving. Dus in die zin denk ik van de verbinding die u zoekt, ook als gemeenteraad met deze participatieraad, die is natuurlijk essentieel. En ik begrijp heel goed dat u dan aan mij vraagt van, ja, wilt u dan ook adviezen, gevraagd en ongevraagd onder onze aandacht brengen? Dat zal ik zeker doen. En tegelijkertijd daag ik u ook uit om in contact te blijven met de participatieraad zelf. Het is ook aan u om zelf contact te zoeken met de participatieraad, om te voelen hoe zij hun werkzaamheden kunnen doen en dan waar ze tegenaan lopen. Dus in die zin is het, wat mij betreft, een wederkerig traject wat we kunnen doorlopen. Dus nogmaals dank voor de inzet van de raden tot nu toe. Ook dank aan de voorzitter van de KAR, die nu tijdelijk het voorzitterschap waarneemt. Dat wil ik ook nog wel even benadrukt hebben, die ook vanavond hier aanwezig is. En ik hoop en wens allen dat we komen tot een mooi traject waarin we elkaar kritisch, positief zullen blijven volgen. Prima, akkoord. Daarmee vraag ik aan uw raad of er nog behoefte is aan een tweede termijn. En dat is niet het geval. Dan wil ik het voorstel over de vaststelling van de verordening in stemming brengen. Is er behoefte aan een stemverklaring? Mevrouw Van den Hoek. Dank u, voorzitter. De fractie van GroenLinks is ontzettend blij met deze verordening, maar nog blijer met de toezegging van de wethouder zo net. Dus nou kunnen wij voor 100%+ ondersteunen. Akkoord. Voorstel in stemming gebracht voor is de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, op koerspunt nu D66, VVD, ChristenUnie, Leefbaar Hardenberg en de fractie van het CDA. Daarmee is het voorstel unaniem aangenomen. Agenda punt 8. Zoals gezegd, ingekomen motie vreemd aan de orde. De indiener van deze motie is de heer Botter. Dus ik zou heel graag de heer Botter gelegenheid willen geven om de motie toe te lichten. Waarna ik het stuk in bespreking geef van uw raad. Dank u wel, voorzitter. Agendapunt is vreemd aan de orde van de dag, agendapunt 8. En de raad van de gemeente Hardenberg en ook vele burgers van de gemeente Hardenberg hebben kennis genomen dat het college van BMW op 15 maart jongstleden heeft besloten het verbranden van snoeihout te beperken en dat nu alleen nog in zeer beperkt aantal gevallen onder voorwaarden ontheffing verleend kan worden voor dit verbod. Het is hierdoor voor veel inwoners van onze gemeente niet langer mogelijk snoeihout dat afkomstig is van regulier onderhoud te verbranden. Bij de overwegingen van de motie hebben wij neergezet dat de regeling zoals deze tot voor kort gold naar volle tevredenheid van onze inwoners functioneerde en dat de nieuwe regeling zorgt voor extra kosten voor inwoners die snoeihout dienen te verwerken. En ook dat deze wijziging niet echt bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstelling door de vele kilometers die nu extra gereden moeten worden. En dat dit vervolgens zal leiden tot een lager onderhoudsniveau van de verschillende houtopstanden in onze gemeente. De fractie van Op Koers, CDA, D66, Leefbaar Hardenberg, de Partij van de Arbeid en de Partij voor Vrijheid en Democratie dragen daarbij het college op het op 15 maart jongstleden genomen besluit inzake het verbranden van snoeihout te herroepen en de oude regeling weer van kracht te laten worden. En als we dat beslist hebben, dan gaan we daarna heel graag over voor de orde van de dag. Akkoord, dank voor de indiening van de motie.
Ik zou de motie graag in bespreking willen geven. Een vraag aan uw raad wie ik daarover het woord mag geven. Is daar behoefte aan? De heer Mulder. Ja, de motie betreft dat in de eeuwigheid geldt. Of stel je voor dat het college met een prima alternatief komt, zodat dit tot het verleden behoort. Hè? Het zou kunnen zijn dat het college bijvoorbeeld zegt van krijgt de mogelijkheid om op een bepaald punt in een dorp, in een buurtschap, om daar afvalmateriaal neer te leggen en het wordt verwijderd door de gemeente. Kan dan zeg maar eventueel de ontheffing voor het verbranden van snoeihout, dat daarmee geschiedenis krijgt. Dat is eigenlijk wel de vraag van de ChristenUnie. Betekent dit nu voor altijd snoeihout verbranden of geeft de indieners van de motie ook het college de mogelijkheid om te kijken van hoe kunnen we dit dan misschien nog beter gaan managen? Voorzitter. En dat is vooral een vraag die u stelt aan de indieners van de motie. Ja. Voorzitter, dat ik daarop mag reageren. Ik zou er ook op willen reageren. Ik had de heer Rodemond en daarna de heer Van den Berg. En dan kom ik bij de heer Botten. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Om in ieder geval op de vraag van de heer Mulder te reageren, is het wat ons betreft niet alleen een vraagstuk over duurzaamheid en over kunnen verbranden van hout in een energiecentrale of iets dergelijks. Het gaat ook over een lichte vorm van betutteling wat ons betreft door het opstellen van nog meer regels ten aanzien van onze bevolking, waar we juist streven naar wat meer bewegingsvrijheid daarin. Natuurlijk is het zo dat als er alternatieven aangeboden worden aan de bevolking, dat ze dan een keuzevrijheid daarin hebben. Maar wij streven er in ieder geval niet naar om het college de mogelijkheid te geven om extra regels aan onze burgers te gaan opleggen. Van den Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, naar meneer Mulder toe, zoals de CDA-fractie willen zeggen, maar ons betreft duurt het tot in de eeuwigheid, tenzij de raad anders besluit. De heer Botter. Ja, aansluitend op het antwoord van de heer Van den Berg, zou wij daar nog aan toe willen voegen aan de eeuwigheid der eeuwen. Maar, voorzitter, wij kunnen niet over onze eigen zittingstermijn heen regeren. We zijn niet voor de eeuwigheid gekozen. Maar als we dat zouden kunnen, zouden we inderdaad tot in de eeuwigheid, meneer Mulder, graag die regeling vast willen stellen. Het zou ons een liefding waard zijn. Goed, de mogelijkheid is er natuurlijk nog steeds om snoeihout te verbranden. De paasvuren blijven gewoon nog, of de mogelijkheid om naar een paasvuur te brengen, blijft natuurlijk ook nog van kracht. Dus de mogelijkheid om te verbranden is volgens mij het hele jaar door. En je kan het best opsparen en wachten tot het paasvuur zover is. Akkoord, ik zag ook nog de vinger van de heer Jonghans. Ja, dank u voorzitter. Ja, op zich vind ik het de vraag van meneer Mulder een terechte. Ik bedoel, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dergelijk afval te verbranden. Dus die zouden wel gebaat zijn bij een brengpunt in de buurt. Dus ik ben benieuwd wat het college daarop te antwoorden heeft. Akkoord. Dan kijken we in de richting van het college. De wethouder De Vent, om een oordeel te geven over de motie die voor ligt rondom strookontheffing. Dank u, voorzitter. Ja, dan heb ik net in het begin van de avond heel pleidooi voor duurzaamheid. En ik wil de volgende stap gaan zetten en dan word ik even op de rem getrapt. Milieubewustzijn. Dat hoort ook bij duurzaamheid. Dus volgens mij is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik begrijp dat u zegt, ja, we zien ook wel allerlei praktische bezwaren als het gaat zeg maar, om de inhoud en het effect van dit voorstel. Maar we hebben hem heel erg en puur vanuit onze duurzaamheidsambities en milieubewustzijn ingevlogen. Maar we hebben ook oog en oor voor wat er in de samenleving speelt. Want als het goed is, heeft een aantal van u niet zo lang geleden een bijeenkomst bijgewoond met plaatselijke belangen, waarin wij in het brede afvaldiscussie ook over onder andere hierover hebben gesproken. En toen is ook gesuggereerd, en dat vind ik ook belangrijk om te horen, niet alleen van u, maar ook vanuit de samenleving, van ja, maar als je alleen bovenveld gebruikt,
dan is het, als je aan de andere kant van de gemeente woont, wel heel erg ver. En dan werp je wel enorme drempels soms op om het te doen. En dan heb je misschien wel even wat meer de neiging om zaken in de fik te steken, zeg ik maar even heel plat. Hè? En dat is dus niet goed. En wij hebben gezegd, wij willen samen met Rova, en die gesprekken worden nu ook gevoerd, want dat stond ook in punt 2 van het collegebesluit, als u die nog bij de hand heeft, willen we onderzoeken of we naar meer brengpunten kunnen. En dan moet u denken echt aan 4 tot maximaal 5 brengpunten in de gemeente. Om het makkelijker maken voor mensen om snoeiafval af te voeren. Ja, dan kunt u zeggen, meer bewegingen, meer vervoerkosten, transportkosten. Maar goed, die wegen nooit op tegen de schade die ontstaat door het verbranden van materiaal. Dat is volgens mij wel bij u bekend. Dus wij hebben oog en oor voor de signalen die we krijgen. Willen we hem eigenlijk ook nog meenemen in de enquête die we doen in onze brede afvaldiscussie? Want die vraag gaan we dus ook meenemen. We hebben ook gezegd, er is een overgangstermijn van 2 maanden. Dus zometeen, dat geldt tot ongeveer 15 mei, want in 15 maart is dat collegebesluit genomen. Nou, het seizoen begint weer, het snoeiseizoen is zo'n beetje eind van het jaar, oktober, november. En wij willen komen in september met een uitwerking van die brenglocaties. En ik zou u dus willen adviseren, dringend, om deze motie aan te houden, zodat we met een verdere uitwerking kunnen komen van deze praktische punten. Dat doen we vooral vanuit milieu-oogpunt, maar we hebben ook oor en oog voor de praktische bezwaren. En wij houden ook rekening met de structuur van onze gemeente en ook de afstanden die afgelegd moeten gaan worden. Kortom, ons advies aanhouden tot september. Voorzitter. Akkoord, duidelijk. Zijn er vragen? Ik inventariseer eerst even. Mevrouw Hansen, mevrouw Van der Hoek, de heer Mulder. Mevrouw Hansen. Ik hoor de wethouder de raad vragen om de motie aan te houden, maar volgens mij vraagt de raad de wethouder om het raadsbesluit aan te houden. Misschien kan hij eerst onderzoeken doen en de inventarisaties doen en dan pas overgaan tot het invoeren van een maatregel gebaseerd op meer gegevens, meer feiten en meer kennis dan wat hij nu van plan is. Voorzitter, hier ligt een motie voor mij en ik vraag u die aan te houden totdat wij komen met die uitwerking. En die ziet u weer terug in het collegebesluit zoals we dat hebben gedaan. Ja, want het collegebesluit is genomen al, dus het is in uitvoering al. Er wordt in die zin op gehandhaafd. U wilt daarop anticiperen nu als raad. Dat kan. Maar ik hoor de wethouder zeggen van, nou, het snoeiseizoen is ook vrijwel afgelopen. We houden hem even aan totdat we meer informatie op tafel hebben in september om te kijken hoe het ermee opzoekt. Mevrouw Van der Hoek, eerst de heer Mulder en dan de heer Potter. Dank u wel, voorzitter. De fractie van GroenLinks is ontzettend blij met het antwoord van de wethouder, waarin hij aangeeft van geef ons nog even de tijd om te zorgen dat de belasting op de inwoners niet onnodig wordt verzwaard en dat er goed wordt geluisterd als het gaat over het duurzaam afvalbeheer, of het nou gaat over het groen of het grijs. Dat wij luisteren naar inwoners om te kijken hoe we kunnen zorgen dat locaties ter beschikking komen waar ze het makkelijk naartoe kunnen brengen. Ook zijn we blij met het feit dat onze wethouder over duurzaamheid een beetje stijf houdt, rugrecht en zegt we gaan voor duurzaamheid en we leggen de ambitie hoog. Wij hopen oprecht dat deze raad die zegt een hoge ambitie te hebben richting duurzaamheid deze motie dan ook aanhoudt totdat aantoonbaar is gemaakt dat die belasting voor onze burgers de verwaarlozen valt op den duur, wanneer het weer te sprake komt. Want dat geeft meer gewicht aan de uitspraak die we in de vorige moties hebben gedaan over duurzaamheid. Dus wij stemmen sowieso voor deze motie tegen. Goed, de heer Mulder. Ja, toch ook een vraag aan de andere fracties. Ik hoor de wethouder heel nadrukkelijk zeggen van het weegt, en we zijn allemaal enorm betrokken bij het milieu. Iedereen heeft daar ook een eigen mening over. En dat hoort ook zo. En iedereen is bezig met ons milieu en als ik dan de wethouder hoor zeggen dat het verbranden een veel zwaardere belasting op het milieu is dan dat datgene wat nu onderzocht wordt, dat veel beter bijdraagt met het milieu, dan vraag ik mij wel af van waar de andere partijen daar nu over denken met het antwoord van de wethouder. Kort, ik had de heer Botter aangegeven en wellicht dat er nog anderen zijn. De heer Botter, allereerst. Voorzitter, ik zou u willen verzoeken om voor enkele ogenblikken de vergadering te willen schorsen voor overleg. Kort overleg.
Kort, ik denk dat dat wel een stemming kan hebben van deze raad. Ik stel voor om de vergadering voor 5 minuten. Is dat voldoende om het... 5 minuten is de vergadering geschorst. Dames en heren, mag ik u verzoeken om uw plekken opnieuw in te nemen? Dan kunnen wij de raadsvergadering verder volgen. Ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 19 april. Aan de orde is de motie vreemd aan de orde van de dag. De eerste termijn geweest, de wethouder heeft geantwoord. Ik kijk naar de indiener van de motie. De heer Botter had om schorsing gevraagd. En u het woord. Dank u wel, voorzitter. De verschillende indieners van de motie hebben ruggenspraak met elkaar gehouden. Het merendeel van de aanwezigen is tot de conclusie gekomen dat het best is om de motie in stemming te brengen. En ik denk dat het goed is om voor de motie, voordat die in stemming wordt gebracht, om de heer Jonkhans nog even het woord te geven. U weet meer dan ik weet, maar wij kijken in de richting van de heer Jonkhans. En vol verwachting klopt ons hart, heer Jonkhans. Wie de roe krijgt, wie de gat. We hebben de reactie van de wethouder gehoord. En als je nu nog moet gaan snoeien, dan gaan de takken die gaan bloeden zoals ze deden en dan gaan de boompjes dood. Dus we kunnen rustig wat ons betreft nog wel even wachten. En wat ons betreft had de motie aangehouden mogen worden. En daarom zeggen we van, wij wachten nog even en stemmen dus nu niet mee. Akkoord, ja, kijk even naar de indiener, want u brengt de motie in stemming. Dus ik stel voor dat we gaan stemmen. Ja, en dan beschouw ik dit als een stemverklaring van de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, inderdaad. Zo was die ook bedoeld. Ja. Precies. Akkoord. Aan de orde is de motie vreemde orde aan de dag, stookbeleid. En ik stel voor om deze motie in stemming te brengen. Er wordt ontraden van de zijde van het college. Voorstel is om hem aan te houden. Maar ik breng de motie in stemming. Wie is voor... aanneming van deze motie. De fractie van CDA, Leefbaar Hardenberg. De fractie van de VVD en de fractie van D66 op koerspunt nu. En daarmee is dit voorstel met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. Akkoord. De heer Van den Berg. Ja, voorzitter, dan zou ik het college toch nog willen vragen als die motie ook gaan uitvoeren. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of het college behoefte heeft aan een schorsing daarover. De motie wordt mee teruggenomen richting de collegevergadering van volgende week dinsdag. Dus vooralsnog kunt u ervan uitgaan dat die wordt uitgevoerd tenzij u anders hoort. Laten we dat zo afspreken. Akkoord. Brengt ons bij de hamerstukken. Nee, inderdaad. De rondvraag, agendapunt 9, de rondvraag. Ja, we proberen orde te houden hier in de agenda. Rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Akkoord. Dan zijn we toe aan de sluiting van deze vergadering. Raadsvergadering van dinsdag 19 april 2016. Dank voor uw medewerking. De vergadering is gesloten.